Hey YouTube, welkom bij Thomas Opent, Dutch Beer Geek en Beers with Douglas. We gaan met z'n drieën een hopelijk mooi bier reviewen. Gerben, take it away, welk bier gaat worden? Ja, we gaan, Thomas en ik hebben de White Label serie 2022 gekregen. Dit is het tweede bier daarvan. Het eerste bier heb je al op mijn of Thomas' kanaal kunnen zien. En we hebben het hier over de Imperial Ice Porter op Girvan Whiskey Barrels. 14%. De wakslaaf is echt één groot drama. Dat was bij de vorige fles ook al. Ik ga een safe halen hoor. Praat maar even door. Ja. Ik zal even lezen wat er... Er staat niet heel veel op eigenlijk. Ingrediënten, water, malted, barley, hops, en die zijn Simcoe, Comet en Mandarina Bavaria en yeast. Wat wel apart is, bij het vorige bier, dat was een stout op rumvaten, die daar stond bij dat ze lactose gebruikt hebben. Dat staat hier dan weer niet op. Okay. Dus ik vond hem ook super aanwezig of zo, die lactose. Wat vond jij daarvan? Van die lactose, was dat heel erg, vond je dat heel erg aanwezig of niet? Nee, ik vond het eigenlijk wel heel erg meevallen. Ja. Ik vond het echt heel erg meevallen. Ik vond hem, en dat vind ik op zich een goed ding, alleen ik had misschien ietsje meer body verwacht. Ja. Maar dat was ook eigenlijk het enige. Ik vond het verder van echt een interessant bier. En ja, goed. De koffie en de nootmuskaat kwamen allemaal niet heel heftig door qua adjuncts. Dat even daar gelaten. Ik schenk het tussentijds vast in voor Douglas en mij. Hier, zie je wat ik bedoel? Ja. Ik heb gewoon echt stukken van de wakslaag nog in het zeefje zitten. Maar goed dat we een zeefje gebruikt hebben inderdaad. Waren we al bang voor, Thomas? Ik voel me zo veel safer. Better safe than sorry. Dat is een andere brouwer. Oh. Het gaat weer heel slecht hier. Het is weer echt alle kanten op. Nee, ik vond het gewoon een leuke stout en helemaal niks mis mee. De rum zat er echt goed in. Dat kon je wel merken. En voor de rest, als je dan naar deze kijkt, wat komisch is. Deze is natuurlijk ook weer ijsbot. Freeze distilled. Hij is behoorlijk licht van kleur. Wat eigenlijk een teken is van een echte oldschool porter. Ja. Ja. Hij is inderdaad donkerbruin, hè, met de mahoniyrode groet doorheen. Ja. En inderdaad, best helder. Hij is gewoon echt, het is gewoon echt clear beer. Je kan er gewoon doorheen kijken. Ja. Dat zie je niet vaak meer inderdaad bij porter. Nee. Nee, bij de moderne interpretatie inderdaad. Laten we het trouwens wel even duidelijk maken voor YouTube, want die zijn er altijd zo heerlijk in. We hebben dit bier mogen ontvangen van Emelise, daarvoor dank. Ja. Dat betekent ook dat deze video in principe mogelijk gemaakt, gesponsord wordt door Emelise. We zijn altijd eerlijk in onze reviews, onze meningen zijn altijd gewoon oprecht. Bij dingen die we krijgen, maar we moeten gewoon verplicht zeggen van YouTube dat het gekregen is. Ja. Yes. Daar gelaten te houden. Girvan is geen single malt. Girvan is een single grain whisky. Mooie producten zijn het trouwens. Single grain whiskies worden wel eens. Voor de mensen die denken, wat kijkt hij raar. Ik heb hier de laptop staan waar ik wijs. Maar daar is de camera. Maar ik kijk naar het scherm waar ik Gerben kan zien. Dus ik kijk niet recht in de camera. Wat is het verschil tussen een single malt en een single grain? Heel kort gaat malt is dus gerstemout. Ja. Dus een malt whisky is alleen gerstemout. En een grain whisky is gewoon graan. Verschillende kan qua graan. En over het algemeen zijn dat goedkopere producten. Maar het hoeft op zich geen kwalitatief slecht product te zijn. En als je naar een blend kijkt. Laten we kijken naar de gemiddelde blend die mensen kennen. We noemen een Johnny Walker Red of Black. We noemen een Glentelligh. We noemen een Jameson. Dat soort dingen. Zijn over het algemeen het grootste aandeel zijn grain whiskies. Daardoor zijn de prijzen dan ook lager. Maar grain whiskies, single grain whiskies, die bijvoorbeeld een jaar of 30, 35 op de vat hebben gelegen, zijn gewoon hele mooie producten. En ook in vergelijking, als je kijkt naar de leeftijd die ze hebben, kun je bijvoorbeeld een single grain, soms zie je ze wel voor een prijs van rond de 30 jaar oud, zie je soms wel voor tussen de 100 en 150 euro. Terwijl een single malt in die prijsklasse vaak al stukken
in die leeftijdsklasse natuurlijk al een stuk duurder gaat worden. Over het algemeen. Ja. Het kunnen hele leuke producten zijn. Ja. Maar goed, dan weet je dat even. Dus dat even daarin in meegenomen. We hebben geen idee hoe oud de single grain is die gebruikt is. Dat staat er niet op. Nee, alleen dat het van de Girvan Distillery is. Ja. Ben benieuwd. Even Neus van zwemmen. Oké, komt helemaal goed. Meestal doe ik mijn hand eroverheen om de boel een beetje af te sluiten, maar ik merk dat ik meer ruik als ik juist de hand er niet omheen doe. Beetje boozy, verwarmend. Ja. Ik krijg wat hinten van chocolade, wat koffie, beetje vanille, roasty toasty, een mooi zoetje, nat eiken. Ligt het aan mij of rozijntjes ook? Rozijntjes, daar dus. Weet je, rozijntjes. Ik weet niet wat jullie ervaren, maar de klassieke oude porters liggen eigenlijk best dicht bij bijvoorbeeld qua kleur en dergelijke, zoals je ze zag. Tegenwoordig zie je ze soms zo zwart als de nacht, maar meer richting bijvoorbeeld donkerlagers en bokbieren, donkerdere bokbieren. Ik krijg ook een beetje die tonen, een beetje dat rozijn en daarom maltiness. Ja. Ja. In ieder geval wel uitdagend. Ger? Hij heeft ook iets, iets medicinaals of zo in zijn neus. Hebben jullie dat ook niet? Ja, een beetje dat het kruidige medicinaal. Ja. Ja. Ik persoonlijk weet ik niet of ik het medicinaal noem, maar ik snap wel wat jij bedoelt. Ja. Ja. Het heeft een beetje dat kantje. Ik snap wat je wil zeggen. Ja. Het enige wat ik hier, en dat had ik ook met de stout, en in de smaak kreeg ik op een gegeven moment meer wat terug. In de neus heb ik niet het idee dat ik hier iets van 14% ruik. Nee. Boozy is meer het verwarmende. Ik zei boozy, maar dat bedoel ik niet als heel scherp of dat soort hoog alcohol. Meer wanneer je aan een mooie liqueur of een mooie whisky ruikt, dat je merkt, het is van een hoger alcoholpercentage. Ja. Dat, maar niet dat ik denk, dit is 14% qua bier. Nee, je haalde meer, dat was bij die stout ook. Ik weet niet of dat hier ook zo is, maar je haalde meer uit. Als je hem proefde, kwam er meer uit dan dat je in de neus had. Ja. Het vat is wel een beetje overheersend, maar je krijgt wel een basisbier terug. Ja. Ja, ruikt lekker. Vind je hem uitnodigend? Ik wel. Ja. Oh, ik vind het een keer bier te ruiken. Ik stel voor dat we even een slok nemen. Ja. Proost, Gerrie. Ja, proost. Cheers. Oh. Dat medicinale waar Gerben het over had, dat komt in de smaak. Ja, het is niet zo heftig als bijvoorbeeld in, omdat we toch over het whiskyverhaal praten, het is niet zo heftig als bijvoorbeeld, ik noem eens wat een Lefroy of zoiets, die een medicinaal sterk heeft. Maar er zit absoluut een licht medicinaal randje aan. En als ik hem zo proef, is het voornamelijk... Weet je hoe die van mij overkomt in de smaak? Nou? Barley wine. Ja, precies. Ja. Ik denk precies hetzelfde. Barley wine. Als ik dit blind had gekregen, als ik keek naar de kleur en daar... Barley wine. Ja. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben het helemaal mee eens. Ik vind het moeilijk om dit een porter te noemen. Ik heb echt het idee, en dat kan in het ijsblokken liggen hoor, maar ik heb gewoon zoiets van, dit is een barley wine. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat het basisbier, als je dit, hoe die dan zou zijn. Voor het ijsblokken aan en zo. Ja. Heel bijzonder. Nou moet ik wel zeggen, als je dan even die slok even door je slokdarm laat gaan, dan... krijg je wel dat booziness. Dan zit je wel richting die 14%. Ja. In de geur helemaal niet. Ja, boy. Nee. Maar hij voelt mooi de chocolade in, inderdaad. Chocolade, chocolade, rozijntjes. Ja, rozijntjes. Mooi zoet. Maar wat je zegt, je zou ook zomaar kunnen denken, als je blind zou proeven, dat het een barley wine is, inderdaad. Ja. Ja. Dat typerende karakter. En even weer terug over dat hij lichter van kleur... Kijk, jullie zien hem op de camera waarschijnlijk als gitzwart. Laten we even heel eerlijk zijn.
oldschool porters, die zijn... Ja, jij hebt de belichting er net mooi in, dat je dat lichtere, dat de helderheid ervan nog ziet. Jou pakt die kleur daar onderin, pakt het perfect op. Ja. Oldschool porters, die zijn natuurlijk niet, wat we net al zeiden, die zijn vaak wel wat lichter van kleur inderdaad. Zeker als ze lichter in alcohol zijn. Hoeft niet zo'n gitzwart bier te zijn als mensen soms denken, de moderne interpretaties. Maar zoals dit hier staat, als ik dit blind in een glas had gekregen, als iemand gewoon zei, hey joh, ik heb wat ingeschonken, wat vind je hiervan? Ja, echt barley wine, old ale, stock ale, zoiets. Ja. Misschien een wee heavy, scotch ale, zoiets. Ja, ook daar zou in die richting zou wel kunnen gaan, eens. Wat vinden jullie van het mondgevoel, mannen? Goed. Mooi. Ja. Licht sticky. Ja, niet romig, maar wel een vol net als je zegt, sticky mondgevoel. Ik krijg veel... Mooi, plakkerig. Ik krijg veel meer karamel nu op het moment. Ik krijg echt dat toffee karamel... Ja. Shit, dit is wel Danger Juice hoor. Hij is wel Link. Ja. Gerber moet lekker. Gerber moet hem eens eentje opdrinken. Ja. Succes, Gerber. Dat is op zich geen straf. Wij hebben ook nog wel een begrip. Twee dagen op rij al. Dus, ja. Nou ja, het is... Ik vind hem lekker. Zeker in vergelijking met... ik was niet... Ik weet hoe jullie daarover dachten. Ik was niet helemaal te spreken over de serie van Horeca. Geen idee. Maar nu ik dit bier ook gedronken heb... En die vorige ook. Ik vind het echt wel een vooruitgang. Moet ik zeggen. Mm. Wel beter geworden. Ik kan het niet met elkaar vergelijken, maar... Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik heb een beetje moeite met het Porter verhaal op het moment. Ja. Kijk, qua stijl slaan ze de planken wel mis. Maar het is gewoon echt wel bier. Maar kwalitatief, ik vind ze wel erg lekker. Ik zou er geen problemen mee hebben om hier een tweede fles van te hebben. En die zou ik ook graag een jaartje of twee weg willen leggen. Om te kijken wat er gebeurt. Ja, precies. Ik vind hem qua bijvoorbeeld koolzuurgehalte vind ik hem on point. Dit had niet meer koolzuur hoeven hebben. Nee. Eén ding, ik ben heel eerlijk, ik vind deze lekkerder dan de stout. Jij hebt de stout niet gehad. Ik heb de stout niet gehad, daar kan niet op worden. Nee. Germ? Ja, kijk, het zijn twee hele verschillende stijlen natuurlijk, maar dit is wel, dit is wel, ik vind dit wel lekker hoor. Ja. Even puur het stijlverhaal eruit gaat, want zoals ik al zei, ik vind dit niet echt dat het mij overkomt als een porter, meer als een barley wine, als een old ale, stark ale. Maar gewoon even puur kijken naar of het lekker was of niet. Vind ik deze lekkerder. Dan de stout. Ja. Dat gewoon. Nee, dat kan ik begrijpen, zeker. Dat snap ik. Ja, de stout kwam... De stout kwam in zijn stijl meer naar... Meer... Ja, precies. Ja. Dit is... Eigenlijk vind ik het jammer dat ik hem nu met Douglas gedeeld heb, want... Ja, nu kan ik hem niet meer drinken. Ja. Maar er staat tegenover... Douglas heeft ook nog wat moois meegenomen. Dus, zeker. Ja. Ik geef geen scores meer. Jullie nog wel? Ik wel, ja. Ik laat de scores aan jullie over. Ik heb de stout die ik gisteren gedronken heb, ik heb hem een 4 gegeven. Heb ik gezien. Het was kantje boord. Mm-hmm. Maar ik heb hem toch een 4 gegeven. Ik zou deze gaat zeker wel een 4 krijgen. En misschien dat hij nog wel op een 4,25 gaat eindigen. Ik vind het echt, dit is echt heel mooi. Ja. Kijk, en dan kan je natuurlijk gewoon redeneren, want is dit in als je in de stijl gaat kijken, zou die iets minder kastoren kunnen krijgen. Maar ja, ik vind het gewoon, hij is echt fucking lekker. Hij is echt lekker. Ja. Ja, mee eens. Ja, ik ben het ook mee eens. Ik weet alleen nog niet het cijfer, ik heb nog niet helemaal, omdat ik dus vind dat hij de stijl niet helemaal raakt. Vind ik dat een 4 misschien iets te veel van het goede. Maar ik laat hem gewoon nog even lekker ademen. En we hebben het al eens eerder gehad. Volgens mij een van de eerste keren dat ik bij Thomas was, hadden wij ook een bier. Die was dat niet van Jopen destijds. Die zijn stijl niet raakte, maar wat gewoon nog steeds superlekker was. Zo'n lekker bier was. Ja. Dus ik geef hem een voorzichtige 4. Maar er kan misschien nog iets eronder gaan zitten. Snap ik ook. Maar hij is lekker.
Ik vind hem gewoon lekker. Ik vind hem gewoon, hij heeft dat soort van burnt sugar, weet je, dat gebrande suiker, bitterheid zit erin. Hij komt echt richting voor mij naar een English barley wine. Hij heeft dat soort van gebrande suiker, bitterheid, die soort van tannines thee-achtige bitterheid, dat soort dingen. Het zit een beetje een licht looierig karakter aan. Er zit een beetje een mooi fruitig rood fruit, donkerrood fruit karakter in, dat gedroogd fruit. Je krijgt die chocoladerozijntjes. Ik krijg dat eiken vanille dingetje mooi door van de whisky. Het zoetje krijg ik hier mooi mee. Een grain whisky is over het algemeen soms wel iets zoeter wat dat betreft. Ik vind het een mooi product geworden. Wederom, ja. Is het porter. Ja, weet niet. Is het lekker? Zie ik er brouwfouten in? Als in vorig jaar heb ik gewoon, net als we hadden vandaag met Douglas over, heb ik opmerkingen gehad over infecties, over het klopt in de stijl gewoon niet, dat soort dingen. Ja. Nee, geen last van, het is gewoon lekker. Ja. Ja. Ik heb vorig jaar ook 2 van de 5 stuks heb ik geen rating gegeven. En die andere 3 die vond ik dan wel redelijk, die waren redelijk tot goed. Maar die 2 stuks vond ik echt totaal niet goed. Nee. Ja, dit is gewoon lekker. Ja. Hit het de stijl? Ja. Nee. Hebben jullie ook iets, misschien denk ik aan mij hoor, maar een klein, heel klein rood fruitzuurtje op het eind? Of ben ik de enige die dat proeft? Hij heeft wel een zuurtje inderdaad, ja. Een mooi vraag dingetje. Niet dat ik het zie als een infectie zoals bij de vorige, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, dus ook misschien inderdaad, frank is misschien ook een beter woord dan echt zuur, zeg maar. Stringent. Ja. Ik vind hem mooi. Ja. Hij blijft ook, hij blijft ook lekker aan het glas plakken ook, hè. Ja. Wat dat betreft, ik vind hem... Dan wil ik wel trouwens even zeggen, Emelise, mooie glazen. Ja, zeker een glas. Heel fijn glas inderdaad. Ja, nee, ik ben wel te spreken over. Ja. Ik ook. Nou ja, ze mogen wel meer van dit soort bieren maken. Nee eens. Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen? Nee, ik denk het niet. Nee. Behalve genieten en rustig verder opdrinken. Ja, nee eens. Ik eindig mijn reviews meestal met, dat was voor deze review. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox vind je links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Waar je alle reviews terug kan vinden van mijn maten Gerben, Douglas, Remy, die hier niet aan meedoet op deze manier. Kon even niet. Laat het comments achter. Zo eindig ik hem altijd. Gerben? Ja. Ja, je hebt eigenlijk alles al gezegd. Meestal wel. Ja, dus ik heb niet zo heel veel aan toe te voegen eigenlijk. Kunnen mensen nog links vinden? Laat even weten wat je van de white labels vindt over het algemeen. Dan heb je deze gehad. Mm-hmm. Laat even weten wat je van deze serie vindt. Jij nog iets toe te voegen? Nee, misschien nog een linkje plaatsen naar... Brouwerij Emelisse misschien? Brouwerij Emelisse, als we niet vergeten, doen we nog even een linkje in de omschrijvingbox naar de Emelisse waar je de bieren kunt bestellen. Als je denkt, dit vind ik interessant. Douglas, je hebt het intro gedaan. Wat mij betreft kun je het hele outrootje verhaaltje misschien ook nog wel doen. Ja, maar je hebt het net al gedaan, toch? Ja, maar jij mag me echt afsluiten. Nou, dan zeg ik bij deze... Nou, doe je. Cheers. En tot de volgende keer, Marja. Proost, jongens. Proost. Cheers.